Voor DVS TV, een van de jongeren van de selectie, van de A-selectie, mag ik wel zeggen, Matthijs Valstar, denk ik. Matthijs, stel je eens voor. Nou, ik ben Matthijs Valstar. Ik kom uit Ermelo. Ik ben 19 jaar, dus inderdaad een van de jonkies van de groep. En ik mag dit seizoen eindelijk bij het eerste aansluiten. En je leert steeds meer en meer, week na week. Ja, zeker. Zeker door de trainingen dan... Leer je toch wel met het niveau mee te spelen, dus ja. Inderdaad. Ja, je komt uit een sportief gezin, denk ik? Ja, zeker. Mijn vader die wielrent heel veel en mijn moeder die heeft vroeger ook heel veel gevolleybald. Dus inderdaad een sportief gezin. Ja, en ja. Ze kon ook nog wel redelijk turnen ook. Ja, ik kreeg van mij bij ringen zwaaien altijd wel een 9,5 of zo. Dat zou heel goed kunnen. Of 9,8 of 10,6. Dat zou zo maar kunnen. Ja, nee, maar in ieder geval sportief gezin. Ja, ja, leuk. En dat pik je dan toch wel mee, hè? Ja. Ja, zeker. Zeker. Toch altijd een beetje bezig zijn. Ja. Dus, ja. Hey, je hebt vanaf de pupillen bij DVS gezeten? Ja, dat heette toen nog World Cup. En daar ben ik gestart inderdaad. Toen naar de F's, E'tjes enzovoort. Mooie successen geboekt ook in de jeugd? Ik ben kampioen geworden met Lennart Smedes. Dus in de B1. Dus dat was wel een leuk, een leuk moment. Ja, pak dat mee, hè? Zeker. Alles wat je in je jeugd hebt meegemaakt aan voetbal. Dat, ik heb daar zelf altijd eigenlijk de leukste herinneringen aan. Ja, jij ook? Tuurlijk. Ja, goed zo. Maar nu, natuurlijk onder grote weerstand, moet je je toch maar zien te bewijzen. En dat is best pittig, denk ik. Ja, dat is zeker pittig. Het is toch wel een heel verschil met de jeugd natuurlijk. En ik heb geluk dat ik vorig jaar al wat momentjes heb kunnen pakken. Dus langzamerhand dan komt het wel, hoop ik. Ja. Ja, ik herinner me nog dat ene paasje van Aninkora naar jou en pats laag in de verre hoek. Laag in de verre hoek, inderdaad. Ja, dat was wel een mooi moment. Ja, de eerste goal was wel leuk. Ja, dat is een heel mooi moment. Ja. Maar je zoekt natuurlijk meer van die momenten op. Ja, tuurlijk. Dat probeer ik wel te doen, ja. En je probeert je natuurlijk elke training, moet je maar weer steeds bewijzen. Zo van, nou trainer, je kan nu bijna niet meer om mij heen. Ja, is inderdaad. Probeer dat wel, maar het is natuurlijk lastig. Er is veel concurrentie, veel goede jongens hier zo. Dus ik doe mijn best. Ja, dat geloof ik. Maar dat zegt iedereen, hè? Ik doe mijn best. Maar doe je nog specifiek ook dingen de tussendoor om toch die drive te hebben? Als in, hoe bedoel je dat? Ja, nou, in de gym of zo, of wat dan ook. Nee, ik ben best wel atletisch gebouwd, dus ik heb niet echt. Ja, dan word ik denk alleen maar trager als ik nog in de gym ga zitten. Dus nee, dat doe ik niet per se, maar ik probeer wel een beetje op mijn balbehandeling Heel goed. Ja, Daphne Schippers, die kreeg opeens van die hele dikke benen. Die ging de gym in en opeens liep ze niet meer zo hard. Nee, dat moet ik helemaal niet hebben. Nee, precies. Hartstikke goed. En je studeert nog? Zeker. Ik studeer nu in Apeldoorn. Ik ga mijn derde jaar in van mijn HBO. Ik studeer security management en integrale veiligheidskunde. Het is een hele mond vol, maar daar ben ik ook wel druk mee bezig. Nou, dan kun je zo bij Bouwman aan de gang, hè? Toch? Ja, inderdaad. Als het niet lukt op het veld, dan ga je gewoon bij de ingang staan. Nou ja, het zou kunnen. Nee, maar ik doe nu stage bij een crisismanagementbedrijf. Dus ik ben wel druk bezig met mijn studie, inderdaad. Hartstikke goed. Ja. Heel mooi. Hey, wij wensen je in ieder geval ongelooflijk veel succes de komende tijd. En heb je geduld? Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Dus het is niet zo van na dit seizoen, hebben we nauwelijks minuten gemaakt. Doei, Matthijs. Nee, zo zit je niet in elkaar. Of dat weet je niet. Dat weet ik niet. Dan moet ik even kijken naar het seizoen hoe het loopt en wat mijn kansen zijn. Ik hoop dat het gaat lukken. Matthijs. Ik ook. Ja, echt waar. Ik ga je volgen. En DVS TV, jou natuurlijk ook. Ja, dankjewel. Oké, bedankt voor dit interview.